Hey Karjes, wij gaan beginnen met dag 6 van kern 7. Voordat ik ga beginnen met de uitleg, wil ik dat je eerst met mij deze letters gaat oefenen. Ik wil dat je ze hardop meeleest. A, ei, au, au, ui, u, eu, f, g, ei, i, u. Gaan we nog een keer doen. Ei, ei, ui, g, i, u, u, f, au, a, au, eu. Oké. Ik wil dat je een papiertje pakt, want wij gaan beginnen met een dicté. De juf gaat zo meteen woordjes opnoemen die we gisteren hebben geoefend. Het leren lezen en schrijven van woorden waarbij we twee medeklinkers aan het einde zien. Pak je dictéschrift of een papiertje. Daar gaan we. Ik zeg zo meteen een woord en ik wil dat je het woordje in losse stukjes hakt, dat je het opschrijft en het woordje controleert. Nummer 1. De kaars brandt. Schrijf op. Kaars. K-A-R-S. Kaars. Ga ik te snel, wil ik dat je het filmpje pauze zet en dat je pas doorgaat als je hem hebt opgeschreven. De juf gaat wel verder. Krijg ik nog één kans? Schrijf op kans. K-A-N-S. Kans. Het hert loopt in het bos. Hert. Mijn fiets is stuk. Fiets. Je mag niet vals spelen. Vals. V-A-L-S. Vals. We gaan de woorden controleren. Kaars. Kans. Hert. Fiets. Vals. Oké. De letters. Ik noem de letters op en ik wil dat je ze opschrijft. De eerste. I. Hier gaan we zo meteen de ei schrijven. Daar hebben we er twee van. Ze zien er alleen allebei anders uit, maar klinken hetzelfde. Schrijf op voor mij. Ei, ei. L, van lus, l. De. U. Oké, ben je nog niet klaar? Zet het filmpje op pauze. I. Ei, ei. Als je die hebt omgedraaid, geeft dat ook niets. Hè? Zijn ze allebei goed. Als er maar twee verschillende staan. U, de, u. Oké, goed gedaan. Werk je vandaag in een zon- of maanboekje, dan maak je vandaag precies dezelfde bladzijdes. Dus de juf geeft maar één instructie vandaag. Wat gaan we doen? Wat rijmt? Goed kijken naar de plaatjes. En we gaan wat opschrijven, want ik zie zo meteen twee plaatjes en het einde van dat woord dat lijkt op elkaar, waardoor het rijmt. Gesp is het eerste woord. Kaars, dans, vest, laars, nest, wesp, gans. Welke twee woorden rijmen? Oké, ik ga eerst beginnen met het woordje gesp. Die ga ik opschrijven. G, e. Gesp, aan het einde twee medeklinkers. Deze ga ik even doorkrassen, want anders ga ik hem nog een keer gebruiken. Dat willen we niet. Gesp, wat rijmt er op gesp? Wesp, goed zo. Die ga ik opschrijven. W-E-S-P, wesp. Ik ga hem wel doorstrepen, want anders ga ik hem dadelijk nog een keer gebruiken. Zometeen schrijf je op het woordje kaars en je gaat op zoek naar het woordje wat rijmt. Kun je hem niet vinden, ga je alvast volgen naar het woordje dans. Kijk wat er rijmt. En dat mag je zo meteen doen met de rest van de plaatjes. Onderaan, dit is een dier. Ik wil dat je leest en we gaan kruisjes zetten. Hert, is een hert een dier? Zetten we een kruis. Dat doen we zo meteen ook met de rest van de woorden. Dit doe je aan,
vest. Nou ja, dat trek ik wel aan als ik het heel koud heb. Daar zetten we een kruisje. Een munt waar we mee kunnen betalen. Trek je dat aan? Nee, die slaan we over. En dit ga je zo meteen doen met de rest van de woordjes. Op de volgende bladzijde bovenaan beginnen, want we gaan weer invullen hij of zij. Lees en vul in hij of zij. Let op, hè, hij of zij schrijven met deze eien, niet met die andere. Oké, op de lege plekken zie ik dus dadelijk alleen maar het woordje hij of zij. Goed lezen, kijken naar het plaatje en invullen. Nou, ik zie hier iemand in een boomhut. Ik kan niet zo goed zien of het een jongen of een meisje is, dus ik ga de zin lezen. Zie je waar Saar is? Hé, hey, Saar is een meisje. Saar is dus een zij. Goed zo. Zij zit in de boomhut. Ik wil dat je dan opschrijft het woordje z-ij. Zij. Let op de ij, hè, die gebruiken. Want het woordje zij verwijst naar Saar. Saar is een zij. Zie jij waar Saar is? Zij zit in de boomhut. Dit ga je zo meteen ook doen met de rest van de zinnen. Ben je klaar? Wil ik dat je de woorden van veilig en vlot goed gaat lezen. Dat je de woorden van veilig gespeld gaat oefenen. En dat je nog eens extra gaat lezen in je dunne leesboekje. Zet hem op.